Het zijn onze helden in de frontlinie, al die artsen en verplegers die nu keihard strijden voor de coronapatiënten in ons land. Ik praat erover met Margreet. Zij is verpleegkundige op een coronaafdeling in het Sint-Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Margreet, fijn dat we nu met je kunnen spreken. Hoe gaat het met je? Goedemiddag Pim, het gaat goed met mij, dankjewel. Ja, even rust denk ik in enorm hectische tijden. Hoe hectisch is het? Het is echt hectisch. Het is behoorlijk hectisch. Ik werk part-time normaal, maar ik heb nu afgelopen 10 dagen, heb ik 8 dagen gewerkt. Dus ik denk dat dat wel een beetje een beeld geeft hoe hectisch iets is. Ja, je werkt op een corona-afdeling. Hoe ziet dat eruit? Het is een afdeling waar mensen verpleegd worden die of corona hebben, dus positief getest zijn. Of er zijn mensen die een verdenking hebben dat zij corona hebben. Mm-hmm. Dus die worden met z'n allen op 1 afdeling gelegd. En moet ik daarbij vermelden, ook voor de beeldvorming, is dat de positief geteste mensen bij elkaar liggen en de verdachte mensen liggen bij elkaar. Oké, jij wil je verhaal graag vertellen, ook om mensen ervan te doordringen ja, wat de gevolgen van corona kunnen zijn. Jij ondervindt dat telkens als je naar het ziekenhuis gaat. Ja, hoe schrijnend is het? Nou, het is behoorlijk schrijnend. Hè? We zijn een klein ziekenhuis en het heeft behoorlijke impact op het hele ziekenhuis. Normaal ook als je binnenkomt is het gezellig druk. Want er staat een restaurant is beneden. Nou, en dat is nu helemaal leeg. Bezoekers die amper meer komen of niet meer komen. Poliebezoek, dat is allemaal ernstig afgeschaald. Dus het is anders dan dat wij gewend zijn. Ja, en kun je ons meenemen naar echt het contact met patiënten? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat heeft het meest indruk gemaakt? Het meeste indruk, dat maakt natuurlijk echt als iemand stervende is. Normaal gaat dat, je hebt de familie erbij, je zit heel dicht bij je patiënt, je komt zeer geregeld binnen. En nu ook, je hebt beschermende kleding aan, dus je hebt een schort aan, je hebt een handschoenen aan, je hebt een grote bril op je neus, je hebt een mondkapje op. Het voelt niet als dat je lijfelijk contact kunt hebben met iemand. Familie mag er maar zeer beperkt bij, mag tot maximaal 2 personen bij een terminale patiënt. Andere patiënten mogen geen bezoekers ontvangen. En ja, dat doet best wel pijn als je de emoties ziet van de familie. En je kunt ze zo slecht helpen. Hè? Je kunt niet even een hand op de schouder leggen of je kunt de troost niet bieden. Het lijkt net of je ook echt afgeschermd bent van je gevoelens. Tja, en hoe ga jij daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat je dit beroep ook juist kiest om juist er te zijn, ook emotioneel voor patiënten. Ja, dat klopt. Binnen het ziekenhuis hebben we een heel team ook van geestelijke verzorging, psychologen. We krijgen veel ondersteuning vanuit het management en gewoon heel veel praten ook met je collega's. En dat is iets wat je ook echt nodig hebt, want soms maak je dingen mee en dat maakt je gewoon verdrietig. Want wij zijn buiten verpleegkundigen, zijn wij ook gewoon mens en wij hebben gevoel. Ja. En dat valt niet mee als dat er veel mensen overlijden. En dat heb je ook nodig, dat je met elkaar hierover kan praten. Ja, en is het dan inderdaad zo dat er dus patiënten overlijden en dat dus de geliefde of de naaste daar dus helemaal niet bij kunnen zijn of helemaal niet in de buurt kunnen zijn? En nu praat ik voor een normale verpleegafdeling, maar als iemand dus echt, dit klinkt heel klinisch hoor, begrijp me niet verkeerd, maar als iemand wordt gelabeld als zijnde stervende, dan mogen er maximaal 2 vaste bezoekers bij. Dus ook echt maar 2 mensen en ook alleen die mensen mogen dan weer komen. En dat maakt het best moeilijk, vooral als je mensen hebt met een groter gezin. Ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken wie er wel mag komen en wie er niet mag komen. En dat is best wel heel moeilijk. Want iemand kan dus ook zijn geliefde niet zien en niet meemaken wat wij doen. Ja. Ja, we proberen natuurlijk echt heel veel te doen voor de mensen, maar soms kunnen we ze niet meer helpen. En ja, dan wil je ook iemand menswaardig laten sterven. En dat is vaak dan in bijzijn van familie. En in deze situatie is dat gewoon heel erg anders. En dat is wel echt een dingetje wat het lastig maakt. Tja, Margreet, als je in het land kijkt, is niet iedereen ervan doordrongen wat corona kan aanrichten. Er zijn ook bijvoorbeeld jongeren die daar vrij laconiek over doen. Als jij vanuit jouw ervaring in het ziekenhuis praat, er is bijvoorbeeld een beeld dat het toch nog met name bij ouderen veel voorkomt die misschien al wat zwakker zijn. Er was onlangs nog in het nieuws dat het mensen met overgewicht zijn die het vaakst op de intensive care terechtkomen. Wat zou jij tegen de mensen zeggen die toch daar iets laconiek over zijn? Ik zou het heel graag willen, maar dat kan natuurlijk niet. Ik zou ze heel graag mee willen nemen naar de afdeling. Dat het hun deur ook niet voorbij gaat. En dat het ook jonge, gezonde mensen kan overkomen. En dat dit niet zomaar is. Dit is echt serieus. Kijk, ik weet ook niet wat de gevolgen zijn. Want de longen worden ernstig aangetast door dit ziektebeeld. Hoe gaat het verder? Hoe herstelt iemand? Knapt iemand weer volledig op? Of blijven ze restschade overhouden? Dat weet ik niet. Ja. En het is serieus. Mensen moeten dit echt ter harte nemen. De regels die opgegeven worden door het RIVM, volg ze alsjeblieft. Want we kunnen het nu aan, maar als je je niet aan de regels houdt, dan zal er een tijd komen dat we Italiaanse taferelen krijgen. Ja, ja. En er liggen dus ook jongere patiënten in het ziekenhuis bij jou? Nou ja, wat versta je onder jongeren? Kijk, er zijn ook inderdaad mensen die heel veel contact hebben gehad. Met bijvoorbeeld een ouder die dan samen in één huis wonen. En die dan inderdaad ook positief blijken te zijn. Ja. Maar vaak zie je dan wel dat deze mensen toch vitaal genoeg zijn om thuis uit te kunnen zieken. Oké, gelukkig. Noemde jij net Italiaanse toestanden. In Brabant, in Nederland is het natuurlijk begonnen. Als je nu naar je eigen ziekenhuis kijkt, kunnen jullie het goed aan? Kan er nog een toestroom bij of zijn de bedden bijna vol? Op dit moment weet ik het niet. Afgelopen zondag, zaterdag, sorry, ik ben een beetje in de war met de dagen. Toen ik uit de nachtdienst kwam, lagen we nog niet vol. Dus we hebben nog capaciteit. Ik weet dat er ook uitplaatsingen worden gedaan, vooral vanuit de intensieve zorg. Ja, dan proberen we de best patients, dus de stabielste mensen, proberen we over te plaatsen naar andere ziekenhuizen. Zodat mocht er een noodsituatie komen bij ons, dat wij ook gelegenheid hebben om die mensen op de intensieve zorg te kunnen plaatsen. Ja, dus het idee is wel dat jullie de druk op dit moment nog aankunnen. Ja, zeker. Oké, dat is in ieder geval hartstikke belangrijk ook. Dan even naar jou persoonlijk, Margreet. Want je hebt ook gewoon 2 kinderen thuis, een dochter en een zoon van 10 en 8. Hoe combineer je dat? Is dat een beetje te doen? Hoe kijken zij naar jou? Die vinden het heel spannend. Vooral de eerste dag dat ik, tussen aanhalingstekens, moest gaan. Je weet het, ik heb 13 jaar longervaring. Ik zit inmiddels op een algemene opnameafdeling. Maar je wilt gewoon je kennis inzetten die je hebt. En ik heb ook een foto gestuurd naar huis, hoe ik eruit zie. Dus vol bepakt, zeg maar, met hele attributen. Om ook voor hun aan te geven, mama is goed beschermd. We hebben goede beschermingsmaatregelen. En we gaan dit samen doen. Ja. En ik heb mijn man thuis werken, gelukkig. Dus die kan heel veel helpen met de kinderen. Dus dat is hartstikke fijn. Maar ben je wel eens bang geweest ook? Want mensen in de zorg die maken natuurlijk ook een kans op een besmetting. Ja, de eerste dag was ik echt angstig. Ik denk dat ik het mag uitdrukken als het gevoel dat een soldaat heeft als hij naar het front gaat. Je hoort heel veel, je krijgt veel informatie, maar het is het zien wat geruststelt, zeg maar, voor mij. Als je er eenmaal middenin zit, dan kun je ook handelen naar die situatie. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Een beetje het onbekend maakt onbemind, om het zo maar te zeggen. We willen gewoon heel graag dit samen doen. Dus ik was eigenlijk ook wel blij dat ik de eerste dag gehad had. Ja, en je staat natuurlijk helemaal in je kracht als verpleegkundige om dit nu te doen, nu het zo hard nodig is. Ja. Weet je, er wordt natuurlijk heel veel gezegd dat wij helden zijn. Vind ik persoonlijk een beetje lastig, want dit is wat wij doen, dit is wat wij zijn en dit is wat we kunnen. En dat vind ik gewoon heel fijn dat ik dat mag doen, ook op dit moment. En ja, het is natuurlijk hartstikke lief dat je van iedereen waardering krijgt. Maar die waardering kunnen ze meer uiten in het thuisblijven en goed volgen van de regels. Daar hebben wij het allermeest aan als verpleegkundigen en als artsen natuurlijk ook. Margreet, ik vind je een held. Ik zeg het maar gewoon even. Ik wens je heel veel sterkte, ook thuis natuurlijk. Nu haakt het mij ook. En ik hoop dat je het daar goed gaat doen de komende tijd. Dank je wel. Ook bedankt.